Adelinde Cornelissen heeft een allesbehalve rustige aanloop naar het EK gehad. Haar paard Parsifal is na een behandeling aan hartritmestoornissen in juni gelukkig weer op de been. Meer dan alleen maar op de been. Hij doet hartstikke goed. Hij is weer eigenlijk vol in training en volgende week EK. Adelinde ontdekte de hartritmestoornissen dankzij een hartslagmeter die ze altijd omdoet bij Parsifal. Is het nu ook een angst voor jou van kan het weer terugkomen of hoe zit dat in jouw hoofd? Ja, goed, ik moet zeggen, de eerste week dat je weer rijdt is het wel heel spannend. Weet je, dan wist ik, volgens mij zat ik alleen maar op die hartslagmeter te kijken hoe dat ging en echt direct. En met de laptop ernaast waar ook de hartslag op was en daar had Sjaak dan vast. Ik zeg, hoe is het nu? Dus ja, de eerste week is wel heel apart en spannend. En daarna, oké, ja, dan moet je toch een beetje loslaten, want anders kom je niet weer aan trainen toe natuurlijk. Maar ja, we houden hem gewoon super strak in de gaten en... Ja, meer kan ik niet doen. En de kans dat het terugkomt is ja, net zo groot als bij ieder ander. Parsifal is weer volop in training, maar Adelinde ook. Zij heeft nog elke woensdag fysieke training bij Tjalling van den Berg in Heerenveen. Mijn trainer Tjalling van den Berg die roept al door dat ik heel erg moet werken aan mijn rust vooral. Want ja, ik ben altijd super enthousiast en ik wil meer en nog meer. En dat trainen vind ik helemaal geweldig. Dus het is niet intensiever geworden, maar wel gelijk. En ik ga nog steeds elke woensdag naar Heerenveen. Ik heb nog steeds een hardloopschema voor 3 keer in de week daarnaast. En ja, pittig. Nee, lekker.